En toen op een gegeven moment kwam Memphis voorbij en jullie werden er ongemakkelijk van, had ik denk ik. Ik vond het heel vermoeiend, heel vervelend. En het is een rappers act of zoiets. En de act van de hele wereld is tegen mij en ik heb nog lekker een Rolls Royce. Jij werd er ongemakkelijk van, René? Ja, ik werd heel ongemakkelijk van, die tv waar ik naar zat te kijken. Maar kijk, wat je zo'n jongen gunt, is gewoon een leuke vrouw en twee kinderen. Dat denk ik dat hem goed zou doen, weet je wel. Want nu, kijk, hij blaast alles maar op, weet je wel. Hij blaast echt alles op. Hij blaast alles op. Zijn moeder blaast alles op. Memphis is een sterk iemand, een dit. En dat, het wordt allemaal groter gemaakt dan dat het is. En ik denk, als je dadelijk gewoon een leuke vrouw hebt en twee leuke kinderen, je legt op het strand in Mallorca. Ja. Dat is leuk. Dat is gezellig. Meer is er niet, zeg je dan. Ja, dat is leuk, weet je. Met zo'n vrouw die dan zegt dat hij niet over de pot moet pissen. IJsje halen, weet je wel. Gewoon kleine dingetjes die grappig zijn, weet je wel. Het is nu een beetje, het is nu echt heel ongemakkelijk. En hij zegt ook dingen die als een kind van 4 ze zegt, vind ik het op zich niet zo heel erg. Maar als een man van een jaar of 28 het zegt en je dan nog echt het idee geeft alsof hij iets meegeeft. Ja, dan denk je, weet je wel, dat is echt, dat is niet goed. Had jij dat ook, Hans, of niet? Nee, ik heb een andere mening. We hebben wel naar hetzelfde gekeken. Ik vond ook wel, er is een heel groot stuk van die documentaire. De eerste 30 minuten gaat eigenlijk over de eerste weken van dat is dagen van zijn kruisbands afscheuren. En hij vindt het mega, hij zegt het dan, fucking zwaar. En het is ook heel zwaar, maar dat vond ik niet het meest fijne. Er zijn natuurlijk mensen die het vele malen zwaarder hebben dan dat iemand zijn kruisband afscheurt. Maar daarnaast vind ik wel, in tegenstelling tot Johan en René, ik denk dat hij veel liever en leuker is en veel eerder onzeker is dan arrogant. Hmm. Het kan heel dicht bij elkaar liggen, arrogant, ja, nee, en onzekerheid. Ja, ik heb wel een zwak voor hem, maar ik snap ook. Ik had een mening over die jongen. Ik heb die jongen nog nooit ontmoet. Maar ik volg hem en ik vind het een goede voetballer. En door deze documentaire is die mening volledig bevestigd. Maar heb je niet geen enkele vorm van respect voor waar hij vandaan komt, wat hij gebereikt heeft, hoe hij neergezet heeft? Ik word heel erg moe van de verhalen van wie er allemaal een moeilijke jeugd gehad heeft. En die mag zich zijn hele leven raar gedragen. Maar zo raar hij is toch niet de enige in ons land die wat problematische jeugd gehad heeft? Nee, maar zo raar gedraagt hij zich toch niet? Hij houdt van rippen. En hij rijdt een grote auto. Ik heb anderhalf uur naar een wat vervelende act zitten kijken van een jongen die denkt dat hij zich zo moet gedragen omdat hij dan een rolmodel is voor wie dan ook. Hmm. Nou ja, maar heel, wat René zegt, heel onvolwassen gedrag, dat doe je als je 14 bent. Toen speelde ik cowboytje en hij speelt nou rappertje. Dat mocht toen nog, in die tijd, cowboytje en indianen. Dat mag ook niet meer. Hè? Jawel, en ik had zelfs een naam. Ook dan? Ik noemde mij Johnny Dixon. Jij was Johnny Dixon? Ik was al de sheriff, ja. Maar wie was Old Shatterhand bij jullie dan? Nee, die hadden we niet. Die hadden jullie niet? Nee, we hadden geen asielzoekers toen in die jaren nog. Hè? En Old Shatterhand was ook een cowboy volgens mij, hoor. Old Shatterhand was een indiaan. Weet je zeker? Witte Veder was toch een indiaan? Dat was ook een indiaan. Was Old Shatterhand ook een Gloek was ook een indiaan. Maar Old Shatterhand was de indiaan? Ik dacht dat het altijd de cowboy was, maar... Ik ben uit de tijd van Kluk-Kluk. Kluk-Kluk zijn er bang, hè? Kluk-Kluk gaan met de pijlen omhoog schieten. Die is weer voor mijn tijd. Ja. Ik ben uit de tijd van Kluk-Kluk. Ja. Ik ben uit de tijd dat Feyenoord die spits zocht. Winnen toe. Wie? Winnen toe. Winnen toe. Nee, maar ik denk dat een bepaalde categorie jeugd hem wel een stoere jongen vindt. Want die kijken naar het horloge en naar de auto en waar hij woont en zo. Dat maakt best indruk, denk ik, op jonge mensen. Maar ik denk dat mensen met wat meer levenservaring deze hele documentaire hoofdschuddend hebben bekeken. En daar hoorden wij bij. Ja, dat is waar. Je bent ook iets ouder. Dat speelt mee. Zo, mis niks van de Oranjezomer. Ga naar veronicainside.nl.